Patrick, je hebt twee hele mooie berichten te vertellen. Ja, klopt. Op 1 maart 2019 is onze de inschrijving voor de Racedal Funrun gestart. En die gaat dit jaar plaatsvinden op 31 augustus 2019. De inschrijvingen lopen al heel hard. Wil je meedoen, schrijf je dan snel in. En kijk op www.racedaloutdoor.nl voor meer informatie daarover. Jullie hebben een nieuwe startlocatie. Dat klopt. We hebben een nieuwe startlocatie. En de startlocatie zal wezen op het sportpark De Balk. Op de parkeerplaats maken we als het ware ons start-finish terrein nou dit jaar. En hebben we veel meer faciliteiten te bieden met de sporthal erbij. Dus je kunt nou ook gewoon douchen en omkleden. En dat hebben we allemaal extra geregeld. Zeg. Ja, want de funrun groeit. De funrun groeit flink. Ja, we groeien uit ons jasje. Dus het kan eigenlijk niet meer op waar we altijd deden. De route blijft wel over dezelfde plekken heen gaan. Dus we gaan nog steeds over de campings, over het zwembad en door het racedal. Dus het blijft een uitdagende, leuke route. Maar het start-finish terrein waar alles te doen is, dat zal op Sportpark De Balk plaatsvinden. En dan 30 maart. Dan vieren jullie het 5-jarig jubileum. Ja, 30 maart vieren we ons 5-jarig jubileum. En daar gaan we van allerlei activiteiten doen. We zijn natuurlijk trots dat we al zo lang bestaan. Daarnaast laten we op de dag zelf van alles zien. We beginnen om 11 uur met de jeugd eerst. En naarmate de dag vordert komen steeds andere activiteiten. Er is de hele dag voor iedereen wat te doen. Je kunt aanhaken of je nou wel of niet lid bent. Dat maakt niet uit. Er zijn ook leuke acties waarmee je wat kunt winnen. En ja, ik zou zeggen gewoon komen. Voor meer informatie? Voor meer informatie kijk je op www.racedaloutdoor.nl en hou je onze Facebookpagina's in de gaten van de Racedal Funrun en Racedal Outdoor.